Ik wil zo graag een lesbo in de jaren 70 zijn. Ja, hè? Hallo, hallo, hallo. Nou, zoals de meesten waarschijnlijk wel weten, ik heb niet één, maar twee moeders. En ik ben daar altijd heel erg blij mee geweest. Ze zijn heel grappig lief, maar ook allebei heel erg verschillend. Ze maken wel allebei documentaires. Maar bijvoorbeeld de ene heeft bruin haar en komt uit Deftig Den Haag. En de andere heeft blond haar en die komt echt uit zo'n Amsterdams gezin met 1000 kinderen. En mijn Amsterdamse moeder, Nettie, die heeft nu een documentaire gemaakt, De Stad Was Van Ons, over haar tijd in de jaren 70 als radicaal feminist. Dat was best wel heavy, want je moet je dus even voorstellen dat vrouwen gewoon zo weinig rechten hadden en gewoon op heel veel dingen geen recht op hadden, of dat ze heel veel kansen niet kregen. Zelfs als je in een restaurant met twee vrouwen wilde zitten, kon dat niet. Je kon niet aan de bar zitten, want dan was je gelijk de hoer. Of alleen een hoer die mocht aan de bar zitten. En ze heeft dus een documentaire gemaakt hoe zij in de jaren 70 met een groep vrouwen het eerste vrouwenhuis heeft opgericht op de Herengracht. De eerste homodemonstraties heeft georganiseerd. Er zit een fragment in de film dat in die demonstratie op een gegeven moment hebben ze het Amazone-verhaal nagespeeld met gewoon, I kid you not, echte paarden. Vrouwen zo, met ontblote tieten, gewoon dat je denkt, waar is die tijd? Waarom hebben wij dat niet meer? Nou goed, dat zie je dus allemaal in de film. En haar première was in het AI Film Museum. Let's have a look. Het is dus de première, maar omdat we nog met speciale maatregelen zijn, zitten we dus met 100 mensen in de zaal. Dus het is uitverkocht, maar we gaan er dus private screening krijgen. Hallo. Hallo. Hi. Hey Kim. Kim, wat leuk dat je er bent. En Yvonne ook. Hallo. En we gaan naar feministen kijken. Leuk, altijd goed. Mijn moeder was het ook. Oh ja? Die komt ook uit die tijd. Ik ben extra benieuwd. Precies, het is wel in de film. Ja, ik hoop. Laat even weten op het einde. Ja, heel hard schreeuwen. Ja. Ik hoop wel dat het goed afloopt. Het loopt niet goed af, want ze moeten weer opnieuw beginnen. Ik ben een feministe. Net feministe nu. Dat waren pas feministen. Ja. Zit je hier helemaal? Is het private seat? Ja, heel private seat. Ik ben opeens Lonely the Pony. Maar echt zo simpel voel ik me nou wel. Hé hey Maarten, hallo. Hé, maar even een korte vraag. Want dit is dus namelijk een nettische achtergrond. Maar hoe was jouw achtergrond dan in de jaren 70? Was je ook radicaal feminist? Nou, ik denk het niet. Ik wil niet zeggen dat ik niet voor emancipatie was enzovoort. Maar radicaal feministisch of lesbisch of lesbian nation. Jij was gewoon getrouwd. Zo is het. En moet je nou eens kijken, je bent losgebroken. Nou, ik was wel betrokken bij de oprichting van het vrouwenhuisje in Groningen. Dat dan weer... Het vrouwenhuisje. Nou, als je deze film ziet, dan hebben ze ongeveer... Deze dames hebben over de hele Herengracht geclaimd. Maar ja, ik heb wel wat gemist hoor. Ik heb die film een keer gezien. En ik vind het echt ongelooflijk. En de solidariteit van die vrouwen. En echt gewoon lef. En ook heel humor, geestig. En actievoeren is zo ontzettend belangrijk. Nog steeds, hè? Ja, ik denk dat ik mijn leven een beetje andersom leid wat dat betreft. Gefeliciteerd met de première van je film. Er zijn, heb ik al gezien, nog meer mensen in de zaal die in de film voorkomen. Hoeveel mensen in de zaal kennen elkaar trouwens eigenlijk? Is dit een reunie of lijkt het maar zo? Ja. Oh, ze zwaaien elkaar toe. Nou, mooi. Straks bij de borrel verder. Wij schreven op alle muren onze leuzen en... Ja, het was armoe. En we kraakten. De politie liet dat gewoon gebeuren? Nou ja, we hebben regelmatig met een emmertje en behang en een bezempje op de Warmoestraat gezeten. Maar ja, dat was 2 uurtjes en dan mocht je weer naar huis. Ze kenden jullie intussen. Ja. Ik was bang dat de geschiedenis zou verdwijnen. Hij is niet geschreven. Ik heb hem ook nooit ergens goed teruggelezen hoe wij als radicaal feministen... in die tijd werkte en actie voerde. En ik dacht, ja, dat wil ik vastleggen voor de volgende generatie.
paarden ook in het Amsterdamse Vondelpark. Hier bereden door zo uit de oudheid opgedoken Amazonen. Hoe vond je de film? Heel vet. Ja? Ik wil zo graag een lesbo in de jaren 70 zijn. Ja, hè? Was zo'n, ja. Zullen we ook een huis gaan kraken? Ja. En dan met 100 mensen daar gaan wonen. Even een ambassade bezetten. Zo ja. Vet dat je het in die tijd gewoon nog echt door gewoon heel radicaal te zijn echt iets voor elkaar kan krijgen. Ja. Er was ook nog wel heel veel om voor te vechten. Dus het was ook niet echt een leuke tijd. Maar ik krijg wel echt zin om tegen het establishment te vechten. Ja, ik ook. Ja. En ik vind het zo bizar dat mijn moeder dit gewoon heeft meegemaakt. Als in, sommige beelden zijn ook voor mijn ouderlijk huis opgenomen. Dat je denkt, oh mijn god, dat is gewoon om de hoek, snap je? Ja, en nog niet zo lang geleden. Nee, en ook gewoon al die vriendinnen van mijn moeder die dan gewoon zo, hi. Ja. Coole vrouwen allemaal. Ja, dat zijn mijn voorbeelden eigenlijk. Dat zijn mijn rolmodellen. Ja, echt coole rolmodellen. Ik ben echt mega trots op mijn moeder dat ze deze film heeft gemaakt, omdat het zo'n goed inkijkje geeft in hoe dat leven was en hoe idioot het eigenlijk is. En ook dat je denkt, oh ja, we zijn er nog lang niet nu, want er moet nog steeds heel veel gebeuren. Het lijkt alsof we stappen terug aan het doen zijn. Anyways, de film kan je nu ook in de bioscopen zien. Uit mijn hoofd, hij draait in Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden, Groningen. En er komt nog meer bij, maar ja, door mevrouw Coroni is dat soms een beetje ingewikkeld. Maar misschien kan je hem ook binnenkort wel online zien. Dus dat was van ons, van mijn moeder, Nettie van Horen. Als je hem nou online kan zien, dan laat ik dat sowieso weten. Het was echt een vet leuke avond. Al die vrouwen die er waren, die in die film zitten. Het was echt een avond met een goud randje. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.